ademhalen, ook heel belangrijk. Juist als je wat ouder bent is het belangrijk om te blijven bewegen en om in conditie te blijven. Daarom biedt de Apeldoornse hockeyclub Ares een vorm van hockey aan die niet gevaarlijk is voor de deelnemers en leuk is om te doen. Knotshockey. Normaal gesproken wordt het Cruijffkoord in de wijk Zevenhuizen alleen gebruikt door de jeugd. Maar sinds kort komt hier ook elke woensdag een groep 55-plussers om te knotshockeyen. Je speelt het met een teamverband en het is anders dan hockey. Want als ik hiermee iemand tegen de benen zou slaan, dan wordt hij niet geblesseerd. Voordat er een wedstrijd gespeeld wordt, is het natuurlijk belangrijk dat eerst de spieren een beetje worden losgemaakt. U bent er buiten adem van, hè? Ja, ik heb altijd eventjes moeite om op warmte en op kracht te komen. Nou, ik heb een hartaanval gehad. En nou, nu naar de medicijnen en zo lukt het allemaal goed. Dus ik kan gewoon meesporten. Okay, maar is het dan niet hartstikke gevaarlijk als u een hartaanval heeft gehad en u bent hier nou zo druk bezig? Nee hoor, want medicijnen doen ze werk wel. De hockeyclub is op zoek naar meer mensen die mee willen doen aan het knotshockeyen. Want de groep is nu nog wat te klein, vinden ze. Daarom hebben ze folders uitgedeeld in de buurt om bewoners op te roepen om mee te doen. Wat vindt u van de belangstelling? Nou, dat is heel miniem. Miniem, er staan nog aardig wat mensen. Ja, maar dit zijn allemaal eigenlijk van de club zelf. Die deden al een knotshockey? Ja, al 6 jaar. Okay. Ja. Want zo lang heeft hockeyclub Ares al ervaring met het aanbieden van knotshockey aan ouderen. Het is volgens de club een laagdrempelige sport en bovendien een goede manier om in conditie te blijven. Het is gewoon goed om je spieren te gebruiken, om te weten wat je nog wel kunt. Hè, we denken heel vaak van nou, dit kan ik niet en dat kan ik niet, maar je kunt vaak nog een heleboel. Iedereen van 55 jaar of ouder die ook eens mee wil doen met een partijtje knotshockey, kan zich woensdagochtend vanaf 10 uur melden bij het Cruijffkoord aan de Laan van Zevenhuizen. Ja.